heb de aankomende twee weekenden twee best wel gave dingen staan. Vertel. Aankomend weekend heb ik voor de Jong KNS de eerste wedstrijd. Oh, wat superleuk. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat gaat. Ja. En de zondag volgens mij daarop, nee de zaterdag daarop, heb ik een selectiewedstrijd voor TTC. Gefeliciteerd, superleuk. Ik had al gehoord hoor dat je uitgenodigd was. Ik vind het super gaaf. Ja, zeker gaaf. Maar ik wil er wel heel graag naartoe trainen, omdat het me heel gaaf sowieso lijkt om erin te zitten. Ja, natuurlijk. En om het zo goed mogelijk te doen op de selectiedag. Ja, zeker. Want volgens mij krijg ik dan van twee mensen les. En ja. Dan kijk eens of ik trainbaar ben. Als ja, nou daar ben jij wel. dat kan ik wel zeggen uit ervaring. Dat is in ieder geval alvast een pluspunt. Ja. Die steek ik in mijn zak. Heel erg bedankt. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En dan zou ik heel graag willen werken vandaag aan mijn L1-proefje. Ja, zo goed dat was mijn plan ook. Voor zondag. Te kunnen gaan rijden. Precies. Toppie. Dat ik het beste eruit kan halen. Helemaal goed. Was mijn focus ook voor vandaag. Dat we even aan zondag gaan werken. Aan die wedstrijd natuurlijk. Dat is super belangrijk. En wellicht hebben we volgende week ook weer les. En dan kunnen we altijd nog kijken van, joh, wat zijn de puntjes op de I voor TTC? Ja. Maar heel eerlijk gezegd, dat ligt natuurlijk ook gewoon allemaal in mekaars verlengde. Het gaat er gewoon om dat je jezelf goed presenteert op die selectiedag. Ja. Nou, wat is daarvoor nodig? Een goede basis en een goede performance. Ja. En ik zeg altijd, kijk, proefgericht rijden kan anders zijn dan basisrijden. Ja. Die basistraining is niet altijd geschikt om mee je proef in te gaan. Maar je basistraining moet wel goed zijn om je performance goed uit te kunnen voeren. Dus als je paard goed is in de basis, dan is het niet zo heel moeilijk om een goede performance neer te zetten. Ja. En wat ik leuk vind, we hebben de vorige les hebben we aan die zwoeng al gewerkt. Weet je nog? Dat je ineens, dat hij zo losgelaten was dat hij helemaal ging deinen onder je. En dat voelde je ook heel mooi. Ja. En als je nu zo aan het stappen bent, dan zie ik eigenlijk ook, terwijl we zijn nog niet eens echt aan het rijden. Hè? Want ik kan een aantal dingen noemen dat ik zeg, dan moeten we even wat te doen. Maar als ik het vergelijk met een aantal weken geleden, dan zie je nu al dat hij veel makkelijker door zijn lijf heen stapt. En ze is op een hele positieve manier een beetje aan je hand aan het trekken. Dat voel je wel, hè? Ja. Maar waar zij namelijk zelf mee bezig is, nu al, zonder dat jij er nog mee bezig bent, is dat zij haar wervelkolom aan het losmaken is. Ja. En ze is zelf lekker zo allemaal aan het rekken en aan het strekken en aan het doen. En dat is waar je basistraining over gaat. Dat een paard losgelaten is in alle wervels. Als die dat niet is, dan moet je hem niet. Ja, nou ja, laat ik het zo. Kijk, je moet een paard nooit dwingen. Maar ik had het er toevallig vanochtend ook even met iemand over. Ik rijd mijn paarden ook wel eens wat ronder. Ja. Maar dan weet ik wel dat ze 100% losgelaten zijn in die wervelkolom. Ja. En dan kan ik best wel eens een paard gewoon mooi activeren. Dat hij mooi in die aanspanning komt. Dan wordt hij ook wat ronder. Maar dan heb ik wel mijn voorwaarden. Dus dan is dat achterbeen er nog steeds onder. Dan is die schoflift er nog steeds. Snap je? Ja. En dat is vaak waar de discussie mank gaat. Hè? Die discussie, die hoofdhalshouding. Is dat paarden vaak rondgereden worden terwijl ze nog niet losgelaten zijn in de gewrichten van de wervelkolom. Ja. Dan gaan paarden stuk. Ja. Hè, maar als paarden lekker losgelaten zijn in die wervelkolom en jouw hulpen die je geeft, die komen aan op de spieren van je paarden en het spiergebruik van je paarden. Dat is waar je basistraining over gaat, dat je die voorwaarden hebt. Ja, weet je, dan kun je een paard gewoon mooi voorstellen zoals een jury dat graag ziet. Ja. Zonder dat je iets overbelast. Ja.